Wat me van de toernooi het meest is bijgebleven is dat je er vooral ook van moet genieten. Je bent daar natuurlijk om de beste prestaties te leveren die je ooit wilt leveren, op ieder toernooi weer. En wat iedereen al, wat veel sporters vergeten en waar veel sporters alleen maar mee bezig zijn, is topprestaties leveren. Maar het is meer dan dat. Je bent met een team bezig, je probeert daar het beste neer te zetten. Echter moet je ook er voor elkaar zijn, van elkaar genieten. En genieten dat je deze een van de weinige sporters bent die dit kan doen. In het zwemmen heb ik nu geen actieve rol. Ik vind op zich wel heel erg jammer, want er is een bepaalde vorm van kennis, ervaring die je graag wilt delen, ook met de jongere generaties. Wat ik wel doe is, ik ben aangesloten bij Stichting Sporttop van Jochem Uithagen als mentor. En daar begeleid ik Bart van Nuenen in het hardlopen. Hele andere sport, maar wel heel erg mooi om kennis en kunde die je hebt, om dat op een coachende manier te delen met een jonge atleet. Mooi initiatief van Sporttop om dat op die manier in te zetten en zo kennis te borgen. Natuurlijk doe ik nog wel wat zaken in het zwemmen. Af en toe een clinic, zwemles geven. Betrokken bij kleinere dingen, maar niet structurele zaken in het zwemmen. Als sporters naar een eerste internationale grote toernooi gaan. En ja, als je nu kijkt naar de jonge sporters, vooral als ze echt jong zijn nog, dan bedoel ik tegen de 10. Geniet ervan, ben vooral bezig met je sport. Doe het op de manier zoals jij het prettig vindt en het leuk vindt. Want dan kom je naar een hoger niveau. En de sporters die echt voor de eerste keer gaan naar een internationaal toernooi, ja, ga ook ontdekken. Dus waar iedereen zich op focust is letterlijk oogkneppen op en nee, dit eerste toernooi is een ontdekkingstocht van wat gebeurt er, hoe gaat de opstart van zo'n toernooi, hoe gaan de ochtendrituelen, hoe gaan anderen met me om, hoe gaat zo'n voorstart. Bekijk dat allemaal is uitgebreid. En tuurlijk, prestaties zijn heel belangrijk. Het eerste toernooi is echter ook heel erg belangrijk van ik ga me op mijn gemak voelen, ik ga me mentaal sterk voelen om uiteindelijk op de toernooien daarna naar een hoger niveau te komen. Wat ik graag wil uitproberen. Ik heb vorig jaar mijn klimcertificaat gehaald met wandklimmen. Dus inmiddels mag ik ook klimmen. Ik vind zeilen heel erg leuk. Maar de bootjes zijn wel heel erg klein. En ze hebben verboden om mee te gaan als ouders in die bootjes. Echt alleen voor kinderen. Dus dat wil ik graag nog doen. Maar gelukkig ken ik ook menig zeilen. Waardoor je ook op een andere manier nog een keer de zee op kan met de boot. Maar dat vind ik een hele leuke sport. En dan blijf je toch een beetje ook bij het water.